hoe zeggen ze dat nu weer? Een dag en een lach. Wat is dat? Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Volhouden! Ik ben Olympe, ik ben 24 jaar. Dus ik ben zowel danseres als leerkracht als choreografe. En nu ook al 4 jaar fotografen. Als je je been nog hoger kunt intrekken, zou dat nog beter zijn. Ja? Niet echt omdat ik niet goed weet wat ik wil. Of nog niet heb gekozen wat ik wil zijn. Maar gewoon omdat ik zoveel mogelijk dingen nodig heb om te kunnen vluchten. Mijn foto's zijn ook, of ik zie dat tenminste als choreografieën. Omdat ik dan nadenk over zowel de ruimte, als de kostuums, als het personage, als waar het personage staat en vooral welke bewegingen dat personage doet. En ja, zonder dat het eigenlijk een choreografie is. En dat vind ik net zo interessant, dat je gewoon één beeld kunt vastleggen en dat dat eigenlijk al een heel groot verhaal kan vertellen. Voor mij is ook belangrijk hoe het lichaam daar staat. En dat heeft natuurlijk met mijn dans ook te maken, maar ik vervreemd dat lichaam graag, omdat ik dan denk dat het dan eerlijker gaat zijn. Dus als ik posities vraag aan mijn modellen, dan zijn dat meestal ook wel posities waar ze even zo denken van hoe sta ik nu of wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? En dat is net het moment waar ze ook eerlijk zijn en ik denk dat dat iets sterker is dan dat het echt super statisch is en herkenbaar vooral. Wat ik vooral met mijn foto's wil vertellen, is eerst en vooral, ik wil als je daar naar kijkt, dat je gewoon even gewoon iets hebt van, huh? En het liefst van al nog dat er zo'n beetje humor van uitpad. Ik heb een paar foto's waar ik van hoop dat mensen voor mij gaan lachen. Als dat niet zo is, dan is dat niet. Maar voor mij is lachen gewoon heel belangrijk.